Het landschap ziet nog wat grauw en grijs. De straten worden geprepareerd. De nieuwe fietsen staan zwart te pronken. Is speciaal. Ja. Het is iets nieuws en alles wat nieuws is, is gaaf, hè? Zeker als je het krijgt. Het blauw en oranje is gearriveerd in Vlaanderen. De Vlaamse klassiekers komen eraan. Zaterdag begint het bal met de Omloop het Nieuwsblad. Vandaag verkend. In dit geval is het meer een opfrissing, zeg maar, voor de meesten. Want iedereen heeft eigenlijk van deze groep vorig jaar ook gereden. En dat is bijna de finale, het laatste. 100 kilometer is eigenlijk identiek aan vorig jaar. Dus wat dat betreft is het meer een opfrissing eigenlijk van de volgorde. Hoe de hellingen komen, hoe de kasseien liggen. Auto voor. Dit is de Molenberg volgens mij. Ah, ja, hier dan. Molenstraat, hier de pad. En nu, wat zijn we nu? Oh. Haakhoek. Ja, belangrijk dat je even weer die feeling hebt met het, met het klassieke parcours. En, ja, dit is de eerste, dus dan is het zeker niet onbelangrijk om weer een keer ook het materiaal te testen, de banden. Dus er zijn allemaal heel veel kleine dingetjes die je dan weer kunt tunen, zeg maar, om voor zelfvertrouwen aan de start te staan. Gezien hoe eigenlijk de voorbereiding is verlopen met de renners, dus ook met name de klassieke renners, die zijn allemaal fit gebleven. Dat blijkt ook dat we best een grote groep hebben van renners voor dit openingsweekend. Dus daarom rijden ook maar 3 renners zullen dubbel rijden. Dus dat geeft aan dat ze in elk geval de voorbereiding allemaal goed doorgekomen zijn. Je hebt een aantal hellingen in het parcours liggen. Waar in het verleden en ook in de toekomst, zeg maar, de verschillen optreden. Kijk, de Eikenberg waar vorig jaar Sebastiaan Langeveld wegreed. Ja, dat kan een scherprechter zijn als die dicht bij de aankomst ligt. Maar vorig jaar lag hij nog ruim 50 kilometer van de aankomst af. Hetzelfde als dit jaar. Ja, dan is het niet zo simpel of niet zo makkelijk te zeggen dat je dan vanaf die helling, zeg maar, de wedstrijd gaat winnen. Dat je dan wegrijdt wat Sebas gedaan heeft. Dus dat zijn meer uitzonderingen dan de regel eigenlijk. Zitten we hier zo. Okay. Dan krijgen we dadelijk kasseien en dan gaan we richting de Taaienberg.